Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, Zelda Play 20 in. Oh, ik heb er zo'n zin in. Ik heb er echt zoveel zin in. In de vorige aflevering hebben we iets met meteoren gedaan. Het is lang geleden dat ik heb opgenomen. Want druk, zoals altijd. Ik heb wel heel veel reacties gelezen. Er waren een paar vragen. In deze aflevering trouwens gaan we naar de jungle. Een van de gevaarlijkste plekken van Terraria. Maar op het moment dat we daar zijn, zal ik hem weer overleggen. Maar er waren nog een paar vragen binnengekomen die ik eerst natuurlijk aan jullie wil uitleggen. Aangezien dat, ja, het is een awesome spel. Heel veel mensen die dachten dat het een tegenvaller zou zijn, zijn toch gebleven om een beetje nieuwsgierigheid. Ze zeggen mijn audio-commentaar heel erg bedankt daarvoor. Ik ben gewoon een gast die dat spel aan het spelen is. Maar ik vind jullie support echt helemaal geweldig. Maar ik had een vraag gekregen over of je meerdere bedden neer kon zetten. Hoi. Ja, je kunt meer bedden neerzetten. En je spawnpoint blijft gewoon hetzelfde. Tenzij dat je op een ander bed klikt. Die dus zeg maar de huisrequirements heeft. Dus wel zeg maar in een huis staat. En dus licht heeft. Anders zou het niet werken. En dan zou dat gewoon je spawnpoint zijn. Dus er was ook een vraag over. Ik heb ergens vernoemd tot we ook een hel hebben. Wat is dat dan precies? De hel is op dit moment een van de gevaarlijkste plekken waar we nou naartoe kunnen gaan. De plek waar we nu naartoe gaan is de jungle. En de hel, dat is dus zeg maar een... Ja, je kunt het... Nou, nee, je kunt het daar eigenlijk helemaal niet mee vergelijken. Ik zat te denken van misschien kun je het vergelijken met Nether, maar absoluut niet. De hel is, als je helemaal dus zeg maar naar beneden toe gaat, dan kom je dus op een plek waar dus zeg maar lava zit. En hoe dieper dat je gaat, dan kom je dus zeg maar naar een tijdje op een plek waar dus niks anders dan lava is. En daar moeten we een baas bevechten later in het spel. Dus voor de rest weet ik eigenlijk niet echt hoeveel vragen dat er zijn. Wel wil ik heel eventjes melden tot onze grote vriend Justin, Mystery Justin, van onze Towel Crew. Dat hij vandaag ook jarig is. Happy birthday! Dus dat wou ik ook heel eventjes melden. Ik moet heel erg zeggen, het is een beetje vroeg voor mij aan de kant. Ik heb pas net eigenlijk een koffie op, dus mijn stem is nog een beetje uit de schorre kant. Mijn excuus daarvoor. Maar ja, we gaan gewoon naar de jungle toe en we gaan gewoon kijken wat we daar kunnen vinden. Want in de jungle, wat we daar willen vinden is sowieso de Anklet of Winds. Dat zit in een of ander kistje. En kan die nou die sprong maken? Ah, dat zou gaaf zijn geweest. Ja, we hebben nou de horseshoe, dus we nemen geen falling damage. Dus ik kan iets meer risico nemen als eerst. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar goed, we hebben dus de Anklet of the Winds nodig. Er is nog een ander voorwerp wat ik daar wil halen. Het ziet er een beetje uit als een groen handje. Ik weet niet meer precies hoe dat die heet, maar die moeten we ook vinden. En we moeten heel veel stingers en jungle spores gaan verzamelen. Om ervoor te zorgen dat we dus zeg maar weer wapens kunnen upgraden. Je kunt ook heel veel jungle seeds vinden. Jungle seeds, daar kunnen we een Zelda, of ja, een Link kostuum mee maken. Dus dan was mijn vraag ook aan jullie. Wow, voice crack. Dan was mijn vraag ook aan jullie. Zouden jullie het leuk vinden om zo'n Link kostuum te zien? Het nadeel is wel, we hebben ontiegelijk veel jungle grass seeds daarvoor nodig. En ik moet heel eerlijk zeggen, hij ziet er wel awesome uit, dat wel. Dus laat het zeker weten in de reacties als jullie dat zouden willen zien. Laat het weten in de reacties. Like, favorite, comment, subscribe, bla 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 bla. Nou, dan had ik nog één melding. Wat ik zeker niet wil vergeten om te melden. Ik had ook een reactie volgens mij van Gijs gehad. Die was, blijkbaar was die gisteren jarig. Maar ik krijg dus heel erg veel reacties of ik iemand zijn verjaardag zou willen vernoemen in een video. Of een speciale intro daarvoor zou willen maken. Iets in die trend. En het probleem is, dat is gewoon niet te doen jongens. Ik krijg zoveel reacties van jullie binnen wat echt helemaal geweldig is. En om echt iedereen op die exacte datum te gaan feliciteren, dan is dat plannen met wanneer ga ik opnemen, wanneer... Dit wordt toevallig vandaag opgenomen, maar aangezien dat het bewerken veel tijd in beslag neemt, neem ik ook gelijk zeg maar wat meer afleveringen op voor de opkomende dagen. Zit hier een dungeon? Want dan ben ik heel erg blij, want dan kunnen we alvast de jungle in. Want we zitten daar wel in de jungle, maar we moeten in de jungle zitten. Ik heb ook Spelanka potions bij, mochten we dus zeg maar... niks vinden. Dit is een heel nieuw gebied, dus we gaan niet fast forwarden of skippen. Ah, tuna. Nee. Ah, nee. Dus ja, maar aangezien dat ik nou dus zeg maar eventjes deze video apart even opneem, gelijk bewerk, want ja, anders duurt het wel heel erg lang voordat deze opkomt. Dus, maar over de verjaardagen terug te komen, om iedereen even blij te stellen. Wanneer dat je jarig bent, alvast daarvoor geen kistje. Alvast een hele fijne dag gewenst. Een hele fijne verjaardag. Happy birthday. Mocht je nou jarig zijn in maart, in april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december. Het maakt helemaal niet uit. Alvast gefeliciteerd daarvoor. Ik probeer jullie allemaal blij te stellen. Maar ik kan natuurlijk niet die datums echt gaan plannen tot ik het op dat moment van de video zeg. Hey, kijk, een anklet. En een iron skin potion. Die is dan handig. Oh, oké. Okay. Oh boy, ga ik hier die glitch ook krijgen? Oh nee. Ja, het is geen glitch. Het is een
foutje van mezelf, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus misschien had ik eigenlijk een shine potion mee moeten nemen of zo. Want, of ja, een LPV potion. Ik bedoel, het is hier nogal donker. En we hebben onze orb die eigenlijk best wel veel licht geeft. Dus op zich is dat onze LPV orb. Dus ja. Nee, het probleem waar ik het over heb is... ik speel de laatste tijd met het handdoekteam speel ik best wel veel H1Z1. En weer die dingen. Nou ja, gewoon meenemen. Als ik... Ik doe het weer! En daar moet je dus zeg maar je crafting dinges openen met tab. Dus jullie zullen me nou heel erg vaak op tab zien drukken. En hey, een life crystal. Ondanks dat we op 400 health zitten, life crystals zijn nog steeds heel erg belangrijk. Omdat we daar iets heel belangrijks mee kunnen craften, wat zeker handig is later in het spel. Nou, onze lightsaber die geeft ook nog eens een keer licht, dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Oké, nou op zich zijn we heel erg goed geleveld. Niet met experience, maar gewoon met equipment. Dus wat ik ga zoeken is bijvoorbeeld hier een goud kistje. Hallo, wat zit erin? Band of Regeneration, nice. Als ik me niet vergis hadden we ook de blauwe band. En die kunnen we dan met elkaar combineren, maar we hebben de... Geen commentaar jongens, ik weet het. Ik drukte weer op tab. Maar ja, die kunnen we dus combineren. Maar we hebben de tinkerer nog niet gevonden. En daar ben ik eigenlijk niet zo blij mee. Want de tinkerer is eigenlijk heel erg belangrijk. En daarvoor moeten we dus een extra huisje maken. Dan vraag ik... Oh, pas erop, hè. Ik zag... Wie? Wat ben jij? Oh, jij bent een hele donkere slime. Ik zag je nog niet eens, man. Zo. Je nog donkerder door. Oké, nou. Dus wat heel erg belangrijk is... Ja, we hebben hier dus nieuwe vijanden. Zoals bijen en poison stingers. En het is heel erg fijn... Het is hier nou heel erg donker. Het is heel erg fijn dat we ons geen zorgen meer hoeven te maken over falling damage. Aangezien die irritante vliegende ratata's. Zo bad. Ze irritant. Ze hebben ondertussen zoveel namen gekregen. Zo bekend zijn ze. Zo irritant zijn ze. Dus, nou, oors die zijn in ieder geval niet meer belangrijk. En oeh. Hier ben ik heel blij om. Hier hebben we een hive gevonden. En daar zit een baas in. Het is een... Hoi, skrik. Het is een optie... Ga nou eens weg. Dank je. Het is een optie... Zoveel life crystals, serieus. Nou ja, meenemen die op. Ja, er zit er zeg maar een baas in en dat is een optionele baas. Dus niet een baas die nodig is om te verslaan om verder te gaan en sterk te worden. Dus ik wil zeker jullie deze baas laten zien. En als je dus een hive weghaalt, dan krijg je dus het probleem dat er van die hele kleine irritante bijtjes komen. En die doen pijn. Dus, hey. Oké, nou dat ding moeten we breken. En er zit hier heel veel honing. Great. Ik heb dirt bij me. Ik kan hier gewoon even een dirt muur maken. Al moet ik wel zeggen dat honing heel erg handig is. Aangezien dat honing dus ervoor zorgt dat je... sneller life regen hebt. Maar op zich... Denk ik dat we wel goed zitten. We zitten op 300. Oh, daar moet je kijken hoe snel dat er gaat. Sta ik hier ook in de honing dan? Blijkbaar. Oké. Nou, in ieder geval, als je dat ding kapot maakt, dan krijgen we dus Queen Bee. Here we go. Met de mini shark is dit goed te doen. Waar is hij? Oh, ik zal hier even wat licht ophangen. Oké. Waar ben je? Ah, daar ben je. Kom op. Die kleine bijtjes kunnen heel erg irritant zijn. Oké. Auw. Die plant eater die helpt ook niet echt mee. Oh, hij schiet nou... Oh boy. Oké, hij is nou weer boos aan het doen. Wow, jij gaat van hoog. Kom je naar... Oh! Die zag ik niet aankomen. Kom je weer boven spelen? Ja, hij komt weer boven spelen. Oké. Gewoon op hem blijven richten. Dan is er niks aan de hand. Gewoon op hem blijven richten. Ja, jij bent een hele grote bij. En nou zou ik eigenlijk hier de grap moeten maken. Not the bees! Omdat er heel erg veel bijen hier rondvliegen in de jungle. Ik weet niet waarom eigenlijk, maar... Geen bijen schieten. Nee. Nee. Nou hoop ik eigenlijk hier een paar beanades te krijgen. Of misschien een bijenlauncher of zo. Dat zou eigenlijk heel erg fijn zijn. Kom op! Je bent nog niet eens een uitdaging. Kom op! Je hebt me nog niet eens half dood gekregen, man. Ahaha! Hebben jullie allemaal datzelfde lachje zo? Kom je nog een keer? Auw, oké, je hebt me half dood gekregen. Oké, vooruit dan. Een beetje credit, maar zolang als ik geen health potion hoef te gebruiken, ben je nog steeds niet echt een angstige baas. Dus, 400.
Zoals ik al zei, de mini-shark is echt een geweldig wapen. Ook al moet ik zeggen dat best wel veel kogels hier aan verbrast. Maar dat maakt niet uit. Oké, hallo? Hallo? Oh, not the bees. Maar die bijen, dat zijn dus zeg maar eigenlijk zijn drops. En oh, kijk eens aan, waar hebben we? Een, ik zag een heleboel. Zit het wel vol? Nee. Oké, waar hebben we? Beanades. Oké, die zijn heel erg handig. Honeycomb, equipable, release bees when damage. Decent. Hives, nou ja, daar kunnen we helemaal niks mee. Want hives bestaat... sorry. Nou, in ieder geval, dat was Queen Bee en de Beanades, die zijn heel erg handig. Hij kan ook een wapen droppen, maar op dit moment hebben we helaas geen wapen gekregen. Maar op zich is dat wapen ook niet echt heel erg belangrijk om dat te krijgen. Nou, we hebben dus een baas verslagen in deze eerste baan. In deze eerste dag van Let's Play Terraria weer. In deze week, op een maandag. Nobody likes maandags. Maar tot nu toe is de Let's Play vloek nogal vriendelijk, dus... laten we dat maar niet te hard roepen, want dan jinx ik het natuurlijk weer. En dan zullen we allemaal weer zien hoe pijnlijke dood dat ik ga sterven. Een pijnlijke dood. Ik denk eigenlijk, als ik echt dood zou gaan hier nou in de jungle, zou ik eigenlijk best wel teleurgesteld zijn. Oké, we moeten weer wat graven zo te zien. En piranha planten. Nou ja, piranha planten voor mij nou. Het is geen Legend of Zelda. Nou. En een oorworm, die komt ook weer eventjes voorbij klieren. Jongen, je bent geen uitdaging meer. Je stinkt. Het enige wat ik wel weet is dat ik nog heel veel kogels moet gaan verzinnen te krijgen voor mijn Mega Shark. Dus, Auw, jullie doen best wel pijn eigenlijk. En het is hier donker. Het is hier donker. Mag ik even een beetje LPV-heid? Let's play vriendelijkheid. Wij zoeken de shrine. I opened up my eyes. Hij zoekt de shrine. Tra-la-la. Terraria, waarom geef je die nou niet? Ik bedoel, ik heb ook nog geen jungle sports gevonden, dus, zit hier in de boeiend, zit boven. Ik bedoel, zoals ik al zei. Weet je wat, ik gebruik wel eventjes mijn laser weer. Pieuw, 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 pieuw. Ik pieuw de bijen. Oké. En als je denkt dat dit al moeilijk is, nou, dan heb je nog niks gezien. Shrine, I found a shrine. Ik word nu hier gekild, I found a shrine. Ta-da-da. Oké. Waarom drop jij geen stinger? Ik heb stingers nodig in jungle sports, jongens. Stinger. Mooi. Even kijken. Inventory is nog goed. Mooi, 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 mooi. Het is hier donker. Ik zie een life crystal. Nice, 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 nice. Ik druk weer op tap. Wil ik, for the love of Terraria, stoppen met op tap te drukken. Echt serieus. Het wordt echt ramp. Ik moet ook heel eerlijk zeggen. Op het moment dat ik weer een keertje Minecraft zat te spelen op, met de Towler in Toweltown... je wil niet weten hoe vaak dat ik op escape drukte, zeg maar, om een inventory te openen. Omdat bij Terraria druk je dus op escape. Zoveel verschillende materialen die je dus kan gebruiken. Ik vind het eigenlijk best wel een mooi kistje. Die past eigenlijk best wel mooi bij ons vorigshuis. Vijver, wat vind jij? Vind jij een mooi kistje? Vind jij een mooi kistje? Je staat achter een... Nee, staat een beetje verborgen, maar dat maakt niet uit. Oké, waar hebben we? De Quick Feral Claws. Dat is één van de dingen die we dus nodig hadden. En we hebben een LPV Potion. Oké, nice, 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 nice. Daar ben ik echt wel heel blij mee. Nou, dus zullen we die eventjes gebruiken. En dan denk ik... dat kistje wil ik inderdaad hebben. Ja, ik vind dat een mooi kistje. Nou, denk ik... we zitten wel 13 minuten in deze aflevering. En zoals ik al zei, deze aflevering komt wat later omdat ik het vandaag aan het opnemen ben. En ik wil geen led oor. Eigenlijk... ik wil het eigenlijk wel, want je kunt zoveel awesome stuff met lood maken. Laat ik het dan toch maar meenemen. En later heb je het eigenlijk ook nodig, vooruit. Lood is eigenlijk heel erg belangrijk. Voor de mensen die meespelen en geen lood hebben. Lood is hetzelfde dan iron, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, dus hou daar rekening mee. Goed, nou, we hebben onze eerste shrine gevonden. Nou hoop ik inderdaad die Egglet of Winds nog te pakken te krijgen. En ik heb nog steeds geen jungle spores gezien. En ik wil jullie laten zien hoe dat die gekke dingen eruit zien. Dus, en stingers die hebben we nodig voor een heel erg belangrijk zwaard. En maak je geen zorgen, als we een nieuw zwaard krijgen, dit zwaard komt zeker nog een keer terug. Dus, nou, hebben we dit? Ja, ik heb een LPV potion, dus dat is op zich niet verkeerd. Die andere die zou ik dan... I found a shrine. I found another, not a shrine. Ik kan niet zingen, want ik vergeet de tekst. Of zoiets, weet ik veel. Nog een shrine. Oké, please geef me die Anklet of Winds. Yes! Nice. Oké. Even kijken, kan ik niet even wat dubbele dingen equippen? Want dan heb ik even extra inventory ruimte. Oké, we hebben al wat finds. We hebben nou twee van die schuinkistjes. We hebben twee stingers, dat is nog langer na niet genoeg. Jou kan ik ook alvast even equippen. Ik heb die tinkeren nou echt nodig. Waar zit die eikel?
Eigenlijk moet ik ook nog een extra verdieping maken, zodat er meer NPC's kunnen komen in mijn huis. Dus even kijken, heb ik nog meer wat kon equippen? Dus bij... Wees niet zo bij de hand. Deze kan ik ook nog eventjes equippen. Dan zit mijn inventory slot. Deze doen dus eigenlijk geen stats. Dat zit nou alleen maar voor decoratie aan mij. Dat klinkt fout. Maar ja, we hebben het wel. Dus ik moet die kist ook nog even meenemen. Paas erop, hè. Of ik stuur Leroy mijn advocaat op jullie af. Nou, voor de grappen natuurlijk. Leroy die... Ik heb weer op tap gedrukt. Ongelooflijk. In ieder geval, ik heb jungle spores gevonden. Daar ben ik blij mee. En wil jij niet naar beneden schieten? Ik sta hier te verzuipen. Kreng! Krantenbak! Fietsventieldopje! Stop op mij te schieten. Dank je. Oké. Nou. Space laser! Heb jij een stinger? Dit is diep. Dit is diep. Het is heel diep hier. En wil jij... Ben je dood? Waar ben je? Kom hier dan. Kom hier dan met je sting... Stinger! Juist! Stingers zijn heel erg belangrijk voor een zwaard die we willen gaan maken. Die belangrijk is voor onze ultimate sword. Die je dus al vanaf het begin eigenlijk gaat maken. Dus voor de mensen die... Oh, daar is hij. Ik praat met jou, Ja, hoi. Oké, wil je alsjeblieft wel blijven leven, Tinkerer? Weet je wat? Ik ga gewoon heel erg wegrennen. En jij blijft gewoon leven, ja? Jij blijft gewoon leven? Nee, jij moet wegrennen. Ja, weet je wat? Ren jij maar die kant op, dan blijf ik hier wel beneden. Misschien is het nou handig als ik naar huis span of zo. Ik bedoel, mijn inventory die zit behoorlijk vol. En ik heb nog wat extra nodig, dus ik denk dat dat eigenlijk niet zo'n verkeerd idee is. Maar aan de andere kant wil ik toch nog heel eventjes hier kijken wat hier te vinden is. Zoveel dingen die ik wil doen! Oké, nou, ik ben echt enthousiast, jongens. Zo. Het is lang geleden dat ik zo enthousiast ben geweest. Ik bedoel, ik had echt niet gepland dat we... Hoi. Ik had echt niet gepland dat we al gelijk ook een baas zouden vinden. Ik bedoel, normaal gesproken vind ik die krengen nooit. Dus, ik neem die uieren nog even mee. Mining in the jungle when the moon is shining bright. I'm not really sure if that iron helps tonight. Mijn excuses voor dat hoesten. Oké, nou, ik hoop dat die tinker goed dat die veilig is. Want dat is één van de belangrijkste NPC's, naar mijn mening, om te hebben. Ik zal later uitleggen waarom. Dus als hij dan thuis zit, dan kunnen we zeker het een en ander even nou maken. Aangezien dat we zoveel equipment hebben. Hallo, mag ik? Juist. Oké, zo. Ik heb... Toch? Ja, en we hebben nog de Let's Shine. Weet je wat, we wachten heel eventjes tot de Let's Shine Potion is gewerkt. En ik wil double jump hier. Ja? Mooi. Dan ga ik hier nog heel eventjes kijken of ik wat stingers kan verzamelen. Oh boy. From Space komt dit ding, man. Hartstikke hard gemaakt. Ja. Ik word daar echt... Die knockback, die is zo vervelend in zoveel spellen. Net zoals in Mega Man is dat heel erg vervelend. En ik ben dood aan het gaan. Oké, mana was op. Shine Potion is uitgewerkt. Ik kill jullie nog eventjes. Geef me een stinger. Goed zo. Jij bent een brave, brave bij. Die zijn leven nou voorbij is. Oké, ja. Nou, die was heel erg slecht. Maakt niet uit. Nog eventjes snel hier naar boven. Eventjes die pakken. Dus, auw. Oh, die vervelende dorens hier overal. Ja, ik weet het, tungsten. Maar tungsten is echt niet echt meer boeiend voor iets. Dus, ik gebruik gewoon even Rico Potion. We hebben nog steeds geen magic meer, maar we hebben nog genoeg Rico Potions. Dus op zich hoef ik me daar niet echt zorgen over te maken. Is die... Hij is er. Hallo, Fat. Hallo, Fat. Meneer Fat. Van Fat willen we het een en ander kopen. Van Fat willen wij sowieso de Tinkerers Workshop kopen. Dat is een van de belangrijkste dingen die ik wil kopen. En ja, ik heb zoveel egglets. Op zich heb ik die niet echt nodig. Zijn er dingen die ik nog wil verkopen misschien? Die ik even aan hem kan geven. Van, kijk eens, wat? Hier heb ik voor jou lesser healing potions of zo. Weet ik veel. Dan kunnen we de rocket boots kopen. En die wil je echt hebben. Deze wil je echt hebben. Deze wil je hebben. Ik kan het niet vaak genoeg hebben. Die wil je echt hebben. Oké, nou. Ja, nou zit mijn inventory heel erg vol.
Ik ga heel eventjes de eerste keer op screen in deze aflevering om heel even mijn inventory te legen. En alle stuff die we nodig hebben om eventjes bij me te houden. Zo, ik zie jullie in een seconde zoals gewoonlijk. Deze aflevering heeft zoveel blijheid! Oké dan, nou ik denk dat ik het hier nou wel eventjes bij ga laten. Ik heb eventjes mijn accessoires heel eventjes ge-unequipped, omdat we die dus nodig gaan hebben. Ik denk dat ik de Tinker Workshop lekker naast de klok neer ga zetten, tot we een beetje zeg maar ook in ons huis zeg maar het een en ander kunnen maken. En de reden waarom dat je deze echt wil hebben, is omdat je dus accessoires met elkaar kan combineren. Nou, ik heb hier even op een rijtje gezet. We kunnen nou 3 accessoires kunnen we op dit moment al combineren. We kunnen dus zeg maar de Heart Band of Star Power combineren met de Band of Regeneration. De Menacing Rocket Boots met een Aglet, met een Quick Aglet of the Wind. En de Menacing Hermes Boots kunnen we in één combineren. En deze tweede kunnen we ook in één combineren. Het enige wat je hoeft te doen is je hoeft ernaast te staan. Dan krijg je hier dus zeg maar de Mana Regeneration Band. Dus zorg ervoor dat je dus 20 extra mana krijgt. Plus nog eens een keertje een extra 20 mana. Dus die kunnen we maken. Zeker handig om die eentje te maken. Dus huppakee, daar zie je, die zijn weg. Dan kunnen we van die twee kunnen we dus de Tiger Climbing Gear. Wat deze dus zeg maar twee samen doen als je ze allebei hebt equipped. Dat doet deze, maar dan in één slot. Heel erg handig, dus die hebben we ook. En nou de belangrijkste, dat zijn de Spectre Boots. Zoals je ziet, die nemen maar 2 items in beslag. Je Rocket Boots en je Running Boots. Maar als ik die weer terugplaats, dan zie je dus dat we een gouden Lightning Boots kunnen maken. Dat is dus met de Quick Aglet of the Wind. Die zorgt ervoor dat je sneller rent. En de Aglet, die ook zorgt ervoor dat je snel rent. En als je die dus pakt, heb je dus de quick... Oh, en nog eens een keer 4, maar heb ik ook nog ergens defense? Ja, deze geeft defense, daar ben ik blij om. Dus op het moment... Mensen dachten trouwens dat deze alleen maar zeg maar in hard mode, wat hard mode is, daar komen we later op, te pakken kan krijgen. Maar je kunt hem dus nu al te pakken krijgen. Dus voor de mensen die Terraria een beetje kennen, jij kunt hem al te pakken krijgen. Dus voor de mensen die nieuw zijn bij Terraria, stap voor stap jongens, rustig aan. Want als ik al ga vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren, dan wordt het heel erg ingewikkeld om te volgen. Nou, Briskman, ik denk dat ik die ook even... als ik me niet vergis, kunnen we die ook nog een keer upgraden? Misschien hoor, ik weet het niet zeker. Dan ga ik gewoon heel eventjes kijken. Dus dan moet ik heel eventjes naar onze... Brian. Hi Brian, hoe gaat het ermee? Hallo Brian. Oké, nou. Als je deze, die kon je... Met de shackle. Dan krijg je magic cuffs. Restores mana when damaged. Dat is hier zelfs nog beter. Oké. Nou, dan doen we dat toch eventjes. Waarom ook niet? Ik bedoel, hoe meer dat we combineren, des te beter. Je gaat geen... Nee, je gaat niks. Oké. Dus, dan zou die nou hier. Ja, magic cuffs. Handboeien, waarom ook niet? En wat krijgen we dan? Nou, dat is gewoon default. Nou, kunnen we eventjes kijken. Kunnen we die ook nog een keer upgraden? Brian, vertel het mij eens, jongen. Brian, doe het mij eens eventjes vertellen. Brian. Crafting. Kunnen we nog een keer upgraden? Wat krijgen we dan? Increases pickup range for mana stars. Oftewel, dat geeft dan geen... En dan moet je een Celestial Magnet. Ik vind dat een beetje een downgrade eigenlijk. Ik bedoel, het enige wat hij dan doet is pick-up range voor mana stars. Dat is handig als je mana gebruikt. Daar is dit item al sowieso handig voor, maar... Oké, nou. Wat dus zeg maar ook heel erg handig is, wat we nu kunnen doen. We hebben een quick mini shark, we hebben een forceful thingamajing. We hebben murderous red. Dat heb ik allemaal uitgelegd tot er allemaal zeg maar random wordt gepakt. Maar nou dat we dus zeg maar onze tinkerer dude hebben... ik ben jouw naam helemaal kwijt, want dat was iets van bleh. Fat. Niet bleh, maar fat. Oké. Nou dat we die dus zeg maar hebben, kunnen we dus ook dingen reforgen. Nou, wat reforge inhoudt, is dat je heel veel geld gaat verliezen. Geloof mij, gaat echt heel veel geld verliezen. Oh, zelfde player, je bent weer helemaal bezig met het uitleggen van. Ja, dat moet ook gebeuren. Laat ik het heel even zeggen. Deze is default, zit geen extra buff op ofzo. Nou, als ik die hier inplaats, kost het 3 gold om hem te reforgen. Druk je op het hamertje, klik en hij doet 4 damage. Extra, 4% extra damage. Dit kun je ook dus doen met wapens, tot ze dus zeg maar een extra stat krijgen. Laat ik eens even kijken. Tungsten bow, die heeft niks. Durf ik de quick mini shark? Kan ik die überhaupt? Nee, die is 14 gold. Dat is een duur grapje. Agile. Kan ik misschien... Ja, die heeft 3 melee, die heeft defense. Die heeft al 4%, 4% damage. Ik wil eigenlijk movement speed. Kan ik jou reforgen? Nee, is ook veel te duur. Ik wil eigenlijk iets meer defense hebben. Melee speed. Kan ik jou reforgen? Violent, melee speed. Lucky. 20% mana. Dammit. Ah, we hebben nou veel mana. We hebben 240 mana. Ik weet niet of ik nog geld in mijn kistje heb liggen. Dus ik ga heel eventjes in mijn kistje. Oh, wacht. Ik sta
Ik sta hier bij mijn kistje. Ja, ik heb nog maar 2 gold, dus dat heeft geen nut. Nou ja, dan ga ik heel eventjes kijken, want we hebben nou dus zeg maar die jungle stuff. Ik wil deze zwijnkistjes eigenlijk hier even plaatsen zo. Eentje hier. En laat ik er ook eentje hier plaatsen. Waarom ook niet? Misschien kunnen we daar nog iets mee. Wie weet, we zullen het zien. Ik vind het wel grappig eigenlijk dat dit er nou uitziet alsof dat je de deur achter het huis hebt. Terwijl dat deze deuren gewoon openstaan. Ik vind, ja, vind ik lach. Dus even kijken, voordat ik naar de Wall of Awesome Comments ga. Deze 3 voorwerpen, dat zijn hele belangrijke voorwerpen die we in de jungle hebben dus nodig hebben. Want dan kunnen we dus zeg maar een betere grapplinghoek maken. Maar ook het zwaard dat ik wil hebben. Dus even kijken, dat doe ik met jungle spores, kan ik heel even kijken. 12 jungle spores, 15 stingers, nou dat hebben we nog niet. Die hoef ik niet als een boomerang. 12 spores, ik heb echt heel veel spores hiervoor nodig. En 3 vines, dus deze zou ik bijna kunnen maken. En de jungle set. Ja, 5 defense op alles. Nee, dat is alleen maar een downgrade. Dus dat gaan we niet doen. Dus zeker morgen om nog heel eventjes terug te gaan naar de jungle. En ook nog eventjes die spelanken te gebruiken. Want ik moet en zal een magic mirror en een craftation potion vinden. Dan gaan we heel eventjes langs de bouw. Want daar had ik mijn science volgens mij. Had ik hier mijn science? I see my science. Ja, want dan gaan we namelijk natuurlijk naar de comment van de dag. Nou ja, eigenlijk niet van vandaag, maar van part 7. Dus ik pak hem, ik plaats hem hier heel eventjes. Ik plaats hem hier heel eventjes en ja, ik praat het heel even vol. Waarom ook niet, anders moet ik weer gaan knippen, dat schiet niet op. Dus even een seconde, want dan pak ik heel eventjes van deze. Ja, dan doe ik dat heel eventjes zo neerzetten, dat is makkelijker. Want de naam kan ik zelf wel gewoon schrijven, dat is geen enkel probleem. Want de naam is van Kopje, dan weet je al wie het is, Kopje Koffie. Ah, ik hou van jouw naam. Echt, elke ochtend dan denk ik aan je. Aan een kopje koffie. Dus niet raar denk ik alsjeblieft. Maar goed, kopje koffie. En die had geschreven op part 7. Oh, wacht, ik vergeet helemaal te schrijven. Episode 7. Oh, dit is zo lang geleden. Oké, okay, episode 7. En dan kopje koffie. Kopje koffie. Ja, niet met hoofdletters. Gewoon kopje koffie. Kopje koffie. Kopje koffie. En die had geschreven... Random gamekanaal heeft gelijk. Door jouw let's plays wordt alles leuk. Dankjewel voor het compliment. Waarom geven jullie allemaal van die lieve complimenten? Jullie zijn echt geweldig. Weten jullie dat? Niet alleen kopje koffie. Kopje koffie, je bent geselecteerd. Maar ik heb heel veel van die comments elke keer gekregen. En elke keer kom ik weer op zo'n comment... Die weer op de wal komt, waar weer een kopje. Ik vind dit geweldig. Jongens, jullie zijn de beste. Jullie zijn gewoon echt de beste. Ik weet het, ik zeg het bijna ondertussen in iedere video. Maar ik wil jullie ook duidelijk maken dat het echt zo is. Jullie zijn geweldig, jullie zijn awesome. Door jullie is dit mogelijk. Maar ja, ik rent er weer te veel over door. Dus ik save deze voordat ik weer per ongeluk hem wegkloos. Je staat dus op de wall of awesome comments. Hartstikke leuk, gefeliciteerd. En morgen gaan wij dus heel eventjes terug naar de jungle. En ik zie er eigenlijk best wel creepy uit met die groene dingen. Dus ja, maar morgen gaan we dus terug naar de jungle heel eventjes die dingen pakken. Hopelijk tot wij die stomme gravitation potion kunnen vinden. Oh, en ik heb het trouwens nog niet laten zien. Wij kunnen nu vliegen door die hoverboots. Wat leuk! Maar goed, ik hoop jullie morgen allemaal te zien met een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Dan gaan we dus naar de jungle. Hopelijk meer skybases onderzoeken. En misschien nog een baas. Ligt eraan hoe snel dat we alles voor elkaar krijgen. Dus ik hoop jullie te zien. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reactie. Misschien wordt jouw reactie wel gekozen om op de Awesome Ball of Comments te komen. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En volgens mij ben ik klaar met ramblen. En moet ik nou gaan editen tot deze aflevering zo snel mogelijk geüpload wordt. Ik ga er maar eens mee beginnen. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Doei!